Ja, die zit hier met een Spakenburger. En dat is dan wel de assistenttrainer van Sparta Nijkerk. Tijmen, 3-0 verloren, 0-3 verloren, vorige week 3-0. Wat is het verschil tussen vandaag en vorige week? Nou, vorige week was het kansloos, 3-0 verloren. En ik vond vandaag, kijk als je teletext kijkt en je ziet Sparta-Spakenburg 0-3. Oh, Spakenburg heeft een makkie gehad vandaag. Nou, dat is het dus absoluut niet. Je hebt de wedstrijd moeten zien. En waarin we vol alles hebben gegeven. Zoveel mogelijk druk hebben proberen te zetten op de achterhoede van Spakenburg. Hetgeen behouden ze het eerste kwartier na aardig is gelukt. Ja, dan is het enorm frustrerend dat je er toch met 0-3 afgaat. Met name de eerste 20 minuten, denk ik, na rust. Dat was goed. En dan gebeurt er wat met Sven Onland en is de wedstrijd gespeeld, denk ik, hè? Ja, klopt. Ik zat op de bank naast Geurt. En ik zeg, dat was pal voor de 0-2. Ik zeg tegen Geurt, het lijkt geloof ik naar de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen de Tubanten zitten kijken. Dat was ook eenrichtingsverkeer, het spel moeten maken. Dat was nu ook. We waren duidelijk bovenliggende partij. En alles wees erop dat wij geen zouden gaan scoren. Spakenburg liep achteruit. En zij waren met name gevaarlijk vanuit de counter, vanuit de omschakeling. En dat bleek ook. Nou, het was eigenlijk een kansloze situatie aan de zijkant van het veld. En Sven trapt over die bal heen en stuur kan hem met lege doel lopen. Ja, toen knakte er wat aan alles. Dat zag je gewoon. Zonde. Ja, dat is zeker zonde. Omdat je in die fase beter was. De eerste helft hadden zij 5 opgelegde kansen. Sparta 1. Dus mag je met een 0-1 ruststand niet klagen. Dan kom je de kleedkamer uit. Wat is er in de rust gebeurd dat je zo'n fanatiek en fel ten strijde trekt tegen Spakenburg? Waarom gebeurt dat niet vanaf het begin? Ja, klopt. Kijk, in het begin was het met name aftasten. En toch weer, ik wil niet zeggen... Er was toch een bepaald respect voor Spakenburg. Het is toch de koploper. Het zijn toch jongens die goed kunnen voetballen. Veel met een betaald voetbalverleden, noem maar op. Ja, dan is het toch aftasten, kijken hoe het gaat. En dan, vooral in het eerste kwartier hielden ze ons in leven, hoe je het ook went of keert. En ze kregen een paar dotten van kansen. Die gaan er nou niet in. Stond Sven uitstekend te keeper overigens. En die houdt ons gewoon in de wedstrijd. En je zag, naarmate die eerst zelf vorderde, dat het toch een klein beetje ging kantelen. En het laatste kwartier voor rust vond ik dat we ook al aardig speelden. Maar in de rust hebben we gewoon gezegd, jongens, hier valt wat te halen. Hier valt wat te halen. Ze stroomden ook niet over van zelfvertrouwen. Alleen wij gaven ze dat in het begin. Maar ze stroomden niet over van zelfvertrouwen. Ja, dan kom je de tweede helft, ga je zo het veld in. En Spakenburg probeert die wedstrijd of die 1-0 voorsprong te verdedigen. Lopen automatisch toch achteruit. En dan krijg je dit spelbeeld. Je krijgt 200% kansen. Allebei Stefan bij beide gevallen betrokken. Die eerste kon niet zien of die erin zat. Die tweede, ja, heeft die keeper geluk. Is dat dan de mazzel van de koploper? Of is het ook gewoon kwaliteit van de geweldige keeper? Kijk, als je ziet, met name het kampioenschap van Spakenburg, 2 jaar terug, wat Tabarima allemaal hield. Ja, dat is geen toeval. Dat is gewoon kwaliteit. En nogmaals, het is een kanje van een keeper. Alleen op dat moment ontbeert ons dat geluk van, nou, laat hij nou eens een keer een slippertje maken. Of schiet hem nou zodanig dat hij er net niet bij kan. Ja, dat missen we dan op dit moment. Hoeveel punten denk je dat je nog nodig hebt om die 12e plek in ieder geval veilig te stellen dit seizoen? Ja, ik zei voor de wedstrijd, we moeten er 3 van de 6 winnen. Dus we moeten er nu 3 van de 5 winnen. Dus ik gok op 9 punten. Kijk, Genemuiden staat op 5 punten van ons. En die krijgen nog een aardig programma. We krijgen ze hier nog. En na de uitwedstrijd daar bij Genemuiden was mijn eerste conclusie. Wij eindigen boven Genemuiden. En daar sta ik nog steeds helemaal achter. En we hebben de kans om het vuur naar de schenen te leggen. Want die kan het ook nog moeilijk krijgen. Maar nogmaals, we moeten niet naar anderen kijken. We moeten naar onszelf kijken. We moeten zelf punten pakken. Ja, en dat moet gewoon gebeuren. En desnoods volgende week. Nou, desnoods volgende week. De laatste 5 wedstrijden verlies je de 4. De kans dat je volgende week weer verliest is groter dan de kans dat je hem wint. Stel dat dat gebeurt, dan heb je nog 4 wedstrijden. Dan moet je er, zeg je zelf, 3 van winnen. Ik denk zelfs dat je er ook nog eentje van gelijk moet spelen. Dat betekent dat als je volgende week geen resultaat haalt, dat er geen nederlaag meer gepermitteerd kan worden. Hoeveel druk neemt dat met zich mee? Ja, immens. Hey, nu al, dat zag je ook 2 weken terug tegen AFC. Die druk was enorm. Hè? Dat was een directe concurrent. Die moest je winnen, die win je dan ook. Maar die druk wordt alleen maar groter. Volgende week dan dus Katwijk. 1-0 gewonnen thuis. Hoe schat je de kans in volgende week? Nou, ik zou blij zijn met een punt. Ik vind Katwijk een uitstekende ploeg. Echt uitstekende spelers, met name voorin. Achterin, ja, wat traag centrum. Wellicht dat daar wat te halen valt. Maar nogmaals, het is een uitstekende ploeg met hele goede voorhoede spelers. En ze hebben er daar ook weer 5 gemaakt, dus dat zegt wel wat. Ja, het is een kwestie van, het is nu echt overleven. En nogmaals, aan de instelling de eerste 67 minuten, even bouwen het eerste kwartier na dan van de eerste helft, hebben we daar niks op aan te merken op die jongens. En als ze dat ook volgende week in een uitwedstrijd kunnen tonen, ja, dan zie ik die wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Is dat dan het positieve wat je uit vandaag kan halen? Zeker in vergelijking met Barendrecht, waarin het een beetje inspiratieloos oogde, tenminste vanaf de kant, dat je vandaag wel strijd geleverd hebt? Ja, ik denk het wel. Kijk, we zijn ook de kleedkamer, David en ik zijn de kleedkamer ingegaan en we hebben ze gewoon keurig allemaal hand gegeven. Nou, dat was vorige week absoluut niet aan orde.
ik vind dat, ja, er is van alles aan gedaan. En de, bij die jongens is even zo groot als bij ons. Dus ja. Ja, en dan ben jij dan Spakenburger, verleden bij deze club. Is dat extra vervelend? Dat is lastig, ja. Dat is lastig. Kijk, die vraag kun je ook stellen aan Arie Amstel senior. He, die hoopt ook dat Sparta erin blijft. Ja, ik hoop ook dat Spakenburg kampioen wordt. Laat daar even geen misverstand over bestaan. En vanochtend bij de benzinepomp kwam ik nog een blauwe tegen. Ik zeg, nou, ik denk dat Spakenburg de laatste 5 wedstrijden van het seizoen gaat winnen. Dan zijn ze kampioen. Daar moest hij even over nadenken. Waarschijnlijk de luisteraars nu ook. Maar helaas, wij hebben verloren, zij hebben gewonnen. Ja, dan heb ik ook, dan vind ik ook, nu moeten ze doordrukken en dan moeten ze kampioen gaan worden. Nou ja, dat hoop ik dan met je mee. Was het al met al wel een terechte nederlaag voor Sparta? Of had er meer in gezeten? Ja, moeilijk. Ik heb er toch wel moeite mee. Kijk, op basis van wat jij zegt, de eerste helft, hadden zij toch 5 opgelegde kansen. En dan mag je blij zijn dat het 1-0 staat. Maar vervolgens leggen we ze het vuur na aan de schenen in de tweede helft. En ik denk van ja, potverdorie, als we dan een klein beetje mazzel hebben, we maken die 1-1. Waar gaat het dan naartoe? Ja. Ja. Nou, uiteindelijk heb je wel verdiend verloren, ja. Okay. Nou, dan sluiten we daarmee af. Nee, daar sluiten we niet mee af. 3 overwinningen nog. Kunnen we die verwachten in de komende 5 wedstrijden? Tekenen we daarvoor? Ja, dat tekenen we zeker voor, ja. Nou, dan blijft Sparta er dus in. Volgens assistenttrainer Tijmen Beekhuis. Sparta verloor dus, van Spakenburg hoorde het hem zeggen. Toch wel verdiend, maar misschien had er wel meer in gezeten als die gelijkmaker viel. Maar daar zal ik meer over vertellen in mijn samenvatting. Vanaf nu sluiten we hem hier af met Tijmen Beekhuis, de assistenttrainer van Sparta. Een nederlaag voor de thuisclub 0-3 tegen Spakenburg. Kijk, voor beide Spakenburg, omdat zij in de race zijn voor het kampioenschap. Het eerste kampioenschap in de topklasse. En Sparta Nijkerk dat de punten zo hard nodig heeft om niet te degraderen. Nou, er werd in ieder geval gewonnen. Dus werden er goede zaken gedaan door een van de twee verenigingen. Het was de uitclub Spakenburg dat er met een 0-3 overwinning van doorging. En daarmee de koppositie nog steviger vastzette. Omdat Rijnsburgse Boys niet wist te winnen van Lisse. Sterker nog, verloor op eigen veld van die vereniging. En dus lopen de Spakenburgers weg tot 4 punten bij die club. En natuurlijk nog altijd IJsselmeervogels in het kielzog. Maar die 3 ploegen gaan uitmaken wie er kampioen wordt. En als er dan van de 2 concurrenten eentje verliest en je wint zelf, dan heb je een goed weekend. Dat geldt voor Spakenburg dat na 9 minuten op voorsprong kwam. Het was Steur die oog in oog met Sven Onland koel bleef en de bal tussen de benen van de lange doelman doorschoof en zo de 1-0 of 0-1 op het bord bracht. Sparta Nijkerk kwam beter in de wedstrijd, hoewel na de eerste helft geconcludeerd mocht worden dat ze blij mochten zijn met die 0-1 tussenstand. Want Spakenburg had 5 opgelegde kansen gehad in het eerste bedrijf. Sparta Nijkerk 1,5. Eerst Karim El-Kadouri na 10 minuten. Hij slalomde zich een weg in de as van het veld richting het doel van Tabarima. Mocht uithalen vanaf een meter of 18, deed dat naast. En daarna na een half uur een scrimmage voor het doel waarbij uiteindelijk Van der Wild tegen een verdediger van Spakenburg opschoot in kansrijke positie. Maar dat was het wat betreft de Nijkerkers. En de kansen voor de Spakenburgers waren veel groter. In de tweede helft een ander beeld. Want Sparta kwam furieus uit de startblokken. En kreeg kansen om de gelijkmaker te maken. Die hing ook in de lucht. Stefan Frederiksen. Prachtig stiftje over de kleine doelman Tabarima heen. Maar daar was Hessing op of over de doellijn. Ik kon het niet zien. De grensrechter vond dat het op de doellijn was. Dus ging de treffer niet door. Maar het was een prachtige poging van Frederiksen. Die later ook nog eens de voorzet vanaf de linkerkant van het veld goed inschatte. En bij de tweede paal van dichtbij wilde scoren, maar doelman Tabarima stond in de weg. Viel met zijn kont op de bal. Althans, dat was het oordeel van Stefan Frederiksen na afloop. Wat een mazzel. Nou, ook goed keeperswerk. Dat kunnen we daar kunnen we de keeper wel van betichten bij Spakenburg. In de fase waarin Sparta op jacht leek. En leek na de gelijkmaker was het uitgerekend Spakenburg dat vanuit het niets de 0-2 op het bord bracht. Een lange bal van Van der Haar. Te hard voor Steur. Maar omdat Sven Onland uit zijn doel kwam en niet de bal raakte, maar lucht en dus over de bal trapte, kon Steur richting leeg doel tikte hij 0-2 binnen en vanaf dat moment was het over en sluit. Het offensief van Sparta was weg en het werd nog 3-0 door Gourie. Prachtige treffer, de mooiste van de middag. Hij kwam vanaf rechts naar binnen, stifte hem met zijn linkerbeen in de verre kruising. Onland kansloos, dook er nog wel fraai naartoe, maar hij kon de bal niet keren. En zo was het 0-3 en was dat uiteindelijk de slagroom op de Spakenburgse taart. Spakenburg deed dus goede zaken, Sparta niet. Het ziet Flevo Boys op een gelijk aantal punten komen, waar CSV Apeldoorn dat ook al staat. 5 wedstrijden nog, 3 ploegen op 26 punten. Ja, er gaat 2 van die 3 ploegen gaat het niet redden. En Sparta staat vooralsnog boven de streep, maar dat is enkel en alleen op doelsaldo. Dus er zal punten moeten worden vergaard door het elftal van David Nascimento. Nog 9 punten, zei assistenttrainer Tijmen Beekhuis. Ik zelf denk nog wel 10, maar dat zal aan het eind van de rit blijken. Maar er zijn nog maar 5 wedstrijden. Dus u kunt wel op uw klompen aanvoelen dat Sparta veel nederlagen niet meer kan leiden. Dus volgende week op bezoek bij Katwijk. Wordt een lastige opgave. Wellicht dat er een puntje in zit. De assistenttrainer Tijmen Beekhuis tekent voor een puntje. En ik denk dat we achteraf gezien ook wel met een puntje tevreden mogen zijn daar. Maar dat is voor volgende week. Van vandaag
Een nederlaag die over de hele wedstrijd gezien wel terecht was. Spakenburg gaat met de 3 punten huiswaarts. 10 kilometer verderop gaan zij een feestje vieren. Want zij lopen weg bij Rijnsburgse Boys en blijven volop meedoen om het kampioenschap.